Mijn naam is Noah Zeeuw en je kijkt naar een nieuwe Filmfreak Review. En ik ga jou nu 3 redenen geven waarom je Game Night absoluut niet moet zien. Gewoon niet kijken, weggooien, afschieten, afbranden. Nee hoor, dat is misschien wat overdreven, maar dit zijn 3 redenen. Ben je nou nieuwsgierig waarom je de film wel zou moeten kijken en heb je daar 3 redenen voor nodig? Klik dan op de link in de videobeschrijving, want die video heb ik ook gemaakt. Abonneren op de Filmfreak is gratis, dus als je daar bent, klik dan gelijk even die sub-button en dan nu... Reden nummer 1. Ik moet wat toegeven, ik kan namelijk echt gewoon niet tegen bloed en helemaal niet tegen bloed in films. Wanneer je expliciet een scène hebt waar een wond wordt opengesneden en heel veel bloed is, dan span ik alles zo hard aan, hè. Oh, mijn kringspier, oh, dat komt gewoon dan 6 maanden niks meer uit. Dat is wel lang, hè, 6 maanden. Reden nummer 2. In de jaren 90 had je een film The Game met Michael Douglas. En die film heb ik gezien en misschien jij ook wel. En heb je hem niet gezien, dan heb je heel veel mazzel. Kijk hem wel, hele goede film. Maar dat nam wel een beetje de magie weg in de film Game Night. Wat betreft wanneer is het wel een spelletje en wanneer niet. Nu moet ik eerlijk zeggen dat het de film niet tekort doet, maar die magie is wel een beetje weg. En reden nummer 3. Wauw, wat doet Dexter in deze film? Dexter, Michael C. Hall. Op zich, hartstikke leuk om hem weer te zien. Ik vind het eigenlijk wel leuk om hem weer te zien. Maar ik kan gewoon geen ander beeld van hem krijgen dan Dexter. En nu speelt hij opeens een gekke Oostblokker of zo. Beetje raar. Niet lekker gecast. Maar wel leuk om weer te zien. Dit waren 3 redenen waarom je de film Game Night niet zou moeten zien. Heb je nou 3 redenen nodig waarom je de film wel zou moeten zien? Klik dan hier. Ben je nieuw? Van harte welkom. Klik op de abonneerbutton van de Filmfreak. Geef een duimpje omhoog. En wil je Filmfreak toplijsten zien die ik ook maak? Klik dan hier. En anders zie ik je heel gauw bij een nieuwe Filmfreak video. Trailers, reviews. Toplijsten. Muchas gracias y hasta luego.